Ik moest uh, gisteren een boek gaan halen bij een kennis van ons. Dus ik ga er naartoe en die garage gaat open. En dat was zoiets raar. Fucking hell. Jeroen Olieslagers is een verhalenverteller puur zang. Hij is bekend van romans als Wij, Winst en natuurlijk Wil. Die dubbelzinnige roman over een Antwerpse politieagent in de Tweede Wereldoorlog... werd overladen met prijzen en betekende zijn definitieve doorbraak. Nu ligt er Wilde Vrouw, zijn nieuwe roman. Aan haar keukentafel in Amsterdam gaat Jeroen in gesprek met zijn redacteur Katrijn van Hauwermijden. Het is toch heel fijn om ja. nu ook weer een 3D-versie van, uh, van, uh, van Jeroen voor me te hebben. Een gesprek over het schrijverschap en welke rol ambitie, de biografie van Samuel Beckett... en de ter plekke gemunte term method writing daarin spelen. Welkom bij de Bezige Bij podcast. Uit welke klei kom jij gekropen, Jeroen? Ja, klei. Um, ja, wat ik, is, ja, ja. Ik, heb, ik, ik denk wel dat ik. Um, ja, ik kom sowieso, ik zeg dat wel graag, maar het is ook zo. Ik kom uit een, een familie van verhalenvertellers. Dat is al één um, ja. belangrijk ding. Uh, er was een, 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 een ritueel, eigenlijk, een onuitgesproken ritueel. Dat je pas bij mijn familie belangrijk was als je iets kon vertellen. Basically kwam het erop neer. En dus. Uh, dat was bij mij, denk ik, ik was twaalf. Ik Ik werd ook vrij ongenadig afgemaakt door de grootmoeder als ik een verhaal vertelde dat op niks trok. Dus als ik een verhaal vertelde dat echt op niks sloeg, dan, dan werd er helemaal niet gelachen. Dus ik kom echt uit dat soort. Langs mijn vaders kant kom ik echt uit dat soort. Uh, rond, zoals hier rond de keukentafel uh, kwamen zaterdag altijd bij de grootouders. En dan werden er verhalen verteld. En dat ben ik eigenlijk nooit vergeten. en um, nou, Ik heb het misschien wel wat verdrongen... maar ik ben nu meer een verhaalverteller dan vroeger. En dat doet me toch altijd denken aan die scène... aan de tafel bij mijn, uh, mijn grootvaders. Ja, dus het zat, het zat in je bloed, maar ja. het, het werd ook aangemoedigd. Ja, het werd zeker aangemoedigd... omdat mijn vader, uh, ja, die is al uh, meer dan twintig jaar dood... die uh, was een kunstenaar, visuele kunstenaar, kalligraaf ook... Dus dat was iemand die, ja, die wel begreep als, als zo iemand als ik op zijn veertien schoorvoetend begon te vertellen dat hij eigenlijk schrijver wilde worden. Dat begreep mijn vader wel. Ja. Mijn moeder gaf les, is nu gepensioneerd, leerkracht Nederlands. Dus de hele ja. idee van Nederlandse literatuur of Nederlandstalige literatuur ligt daar heel nauw aan het hart. Dus je kan alleen maar zeggen dat ik in een, in een omgeving ben opgegroeid die vrij stimulerend was, waren het niet... Uh, dat toen ik 18 werd en het tijd werd om keuzes te maken in het leven, mijn vader me vroeg: uh, ja, wat, wat, Wil je nog altijd schrijver worden? En ik zei: Ja, ja absoluut. En mij toen de dodelijke vraag uh, stelde: uh, Heb je al iets te vertellen? <lacht> <lacht> en dat bleek dus niet zo te zijn. Een hele goede vraag, hè? Ja, een hele goede vraag. Ja. En dat bleek dus niet zo te zijn. En dan heeft mijn vader mij dadelijk gemaakt op zijn manier. We hadden nogal een moeilijke relatie, maar op dat vlak zat het echt wel, echt wel goed. Uh, ja, uh, studeer dan maar iets om de tijd te doden, bij wijze van spreken. Ja. En om te wachten tot hij iets te vertellen hebt. En dan heeft dat nog eens bij mij negen uh, of tien jaar geduurd, voordat ik iets te vertellen had. Ik weet nog dat jaren geleden je mij vertelde, en ik weet niet meer precies de anekdote, maar ik kan me herinneren aan een scène uh, achterin de auto. Ja, ja. Dan was ik veertien. Ja. En dat, dat, ik kan me herinneren dat dat in ieder geval het moment was waarop je besefte... Ik wil schrijven, Ja, denk ik, ik. Ja, ik wil schrijven en, en ik moet wachten. Maar als ik veertien was, was ik de biografie van Samuel Beckett aan het lezen. <laughs> ja, dat klinkt natuurlijk wel waanzinnig. Dat weet ik ook wel. Ja. Maar, maar oké, okay, ik was dat soort jongetje. Ja. En, um, en we, we waren in Engeland en, en we zaten veel in de wagen. En mijn vader... Gaf me geld om een paar boeken te kopen. En ik, ik kocht dus de biografie van Beckett. Omdat ik het zo'n interessante kop vond. Uh, dat die was puur visueel ja, eigenlijk. Ja, Heb je die, ja. boek gekocht. ik ja. had er wel al iets over gehoord. Maar... En als ik be begon te lezen. En op een bepaald moment in dat boek. Uh, Beckett heeft ooit is hij ooit secretaris geweest van James Joyce. En Joyce heeft Beckett ooit omschreven. In die periode, want hij was hier nog echt jong. A young man with the itch to make and nothing to say. En dat kwam bij deze 14-jarige ongelooflijk binnen. Want ik dacht, dat is een perfecte omschrijving van wie, die, van wie ik ben. Uh, young man with the itch to make and nothing to say. En, uh, <laughs> en, en ik kreeg tranen in mijn ogen, omdat ik wist toen. En ik had gewoon het gevoel dat ik nog lang moest wachten. Ja. Vooral eerst dat die toestand zou ophouden. Dus eigenlijk was het een groot verdriet dat je overviel. Dat je dacht, ja, ik, ik, was, kan, ik kan nog niet beginnen bijna. Ik, moet... ik had verdriet vanwege mijn. Ik wist nou, niet letterlijk natuurlijk. Maar achteraf, ik uh, verdriet vanwege het feit dat ik bereid was om geduld te hebben. Snap je? Dus ik ben eigenlijk in, de praktische, in het praktische leven ben ik, uh, verschrikkelijk. Ik kan heel ongeduldig worden over sommige domme dingen. En dat ergert mij, mijn ongeduld ergert mij ook. Is, ik, vind, ik heb daar echt moeite mee. Maar als ik kijk naar mijn carrière, als ik kijk naar mijn schrijven, dan ben ik verschrikkelijk geduldig. Ja, als je echt naar de feiten kijkt. Eigenlijk. Als je naar de feiten kijkt. Want je bent uiteindelijk ja. uh, dan inderdaad kunnen we gaan naar, naar het begin van van hè, je eerste boek. Dat mm -hmm. was Navel, mm -hmm. 1994. Hoe oud ja. was je toen? Uh, 27. Ja. Ja, ja, dus dat, dat, is, dat is Het inderdaad... moment dat ik iets te zeggen had. Vanaf of je 14e. De illusie, de illusie, ja. dat ik iets te zeggen had. De eerste drie, die, die zijn allemaal gepubliceerd in de jaren negentig. Ja. Open Gelijke Mond was de laatste, was in 99. Toen had ik een writersblok, maar ik denk dat... Tien jaar, hè? Ja. Allee, ja. En dan heb ik tien Tussen jaar, alles tien jaar in. geen proza geschreven. Ja. Omdat ik ook wist, bij, bij dat boek, na dat boek, Open Gelijke Mond... Laten we zeggen, dat was mijn postmoderne periode. En ik was echt helemaal uitgeverteld. Ik wist, helemaal, ik wist echt helemaal niet. Wat niets. postmodern van je eigenlijk? Ja, zeer postmodern, hè? Je gewoon bent al de way gegaan. Het zwijgen, ja. ja. En dan had ik gewoon het geluk. Uh, nou, geluk. Uh, het, 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 er kwam een soort van theatercarrière ja. uit. Um, maar ik voelde me ook. En weer is dat geduld belangrijk. Ik wist dat ik het verhaal van Wij wilde vertellen. Dat wist ik al in 1999. Maar ik voelde me niet rijp genoeg voor, ervoor. Ik had gewoon nog te weinig. Ik ging schrijven over huwelijken. En ik vond dat ik op dat gebied. Ik was al wel gescheiden, maar. Ik vond dat ik nog altijd veel te weinig wist over hoe het. aan toegaat tussen man en vrouw. Dus die vraag van je vader heeft eigenlijk je hele leven op nagezind. Je... Ja, ja, ik denk dat dat wel een rode draad is. Ja. En, en nu dat ik het zo ineens. <laughs> zo dat, nu dat ik het mezelf ook. door jou vragen. Het is wel confronterend, maar dat is wel zo. Ik heb, uh, mijn ambitie wordt altijd alleen maar groter. En de thema's worden breder en groter. En ik ben eigenlijk nog maar net begonnen op dat vlak. Ja. Om het groter te zien en om ja, zoveel mogelijk lezers te veroveren. Ik denk dat dat. Kijk, ik ben wel twintig jaar de woestijn gegaan op dat vlak. Ik heb echt nooit mij bekommerd om een publiek. Ik, ik was echt eigenlijk al fucking happy omdat ik werd uitgegeven. Ja, tijdens de eerste vijf boeken ja. was. Dan qua, ja. qua succes. Ja. Hè? Ja. Ja. We zijn bezig over wat duizend lezers of zo. Ja, niet meer. Ja. Ja. En, dat, en dat vond je oké okay toen? Of, hoe was ja, die? ik stelde me er geen vragen bij. Ik was gewoon. Waarschijnlijk is er iets. Nou, laten we gewoon zeggen: een engelbewaarder. die er bij mij voor zorgt van oké, okay, gewoon alles op zijn tijd. En tegelijkertijd natuurlijk ook beseffend nog altijd van. Ja, het gedu geduld is het enige dat ik heb. Het geduld en gewoon volhouden. Ja, volhouden. En dat heeft uiteindelijk wat opgeleverd. Want toen mm. kwam Wil. Ja. Dat is nu al, dit jaar alweer vijf jaar geleden, volgens mij. Ja, nu vijf jaar geleden, ja. ja. En uh, je voelde het al, hè? Ja. Dat het je doorbraak zou worden. Ja, ik wist... Al, al, niet, niet, niet dat je daar arrogant over deed, maar, maar je, het hing in de lucht. Ja, ik was wel zelfs... Ik was, mijn zelfvertrouwen was wel... Dan hebben we elkaar eigenlijk ontmoet. Ja, dat was het boek waarin wij inderdaad ja. gingen samenwerken... na de val van de bezige bij Antwerpen. Ja. Ja. ja, ik was heel erg overtuigd over dat boek. En bovendien was die overtuiging van dit, dit is een boek voor een breed publiek... natuurlijk ook wel vermengd met een bepaald soort verantwoordelijkheid. Omdat... Het boek vertelt over de Tweede Wereldoorlog en heel specifiek over wat politiediensten hebben gedaan tijdens die periode. Het gaat ook natuurlijk over ambiguïteit en dubbelzinnigheid. Maar ik vond wel dat ik, dat ik een verantwoordelijkheid had ten opzichte van, 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 van ja, die materie. Ja. En dus dat het een boek voor een breed publiek moest worden. Dat het geen optie was. Je was het dat, eraan verplicht, eigenlijk? Ja, hè? ik was verplicht. Vond en het kwam het. ook aan je deur kloppen. Want ja, dat, ja, dat was natuurlijk ook heel bijzonder. Dat er ja. bij jou in de straat uh, letterlijk een uh, razzia was gebeurd. Ja, in de Kruikstraat. Ja, uh, ja er was een, een procesverbaal dat, dat een politieagent had opgemaakt in de jaren 40. Ja, dus net na een razzia. En, en, en dat komt bij mij terecht. Herman, ja, door omstandigheden, komt, eh, biedt Herman dat aan mij aan. En ik zie natuurlijk de naam van mijn straat in opduiken van die uh, razzia in uh, 15 ja. augustus 1942. Ja, ja, dat is natuurlijk dat is een onvoorstelbaar moment. Want ja. dan, weet je, dan weet je eigenlijk, um, of tenminste, ik wist het toch, mm -hmm. dat heel het idee, wat mij betreft, dat, een, dat ik als schrijver op zoek ga naar verhalen, dat het natuurlijk complete onzin is. Dus het zijn de verhalen die mij zoeken. Dat is de, voor mij de enige redelijke verklaring van hetgeen wat daar Want dat proces verbaal was echt, volgens mij, echt de, de, de doorslaggevende ja. factor. Want het ja. ging dan over een man die, die in jouw straat de deur opendeed, de, Duid, de Joodse man en de Duitsers zag staan en zichzelf uh, door het hoofd schoot. Zijn, nou, zijn keel oversneed. Of keel ja. oversneed, dat ja. was het. Ja, ja. 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 en zijn, zijn gezin uh, die hadden zich al vergiftigd aan de keukentafel. Ja. Dus dat, en dat, dat, ja, dat is dus gebeurd uh, vlak over mijn huis, schuin, schuin over mijn huis. Dus toen dat ik die proces verbal, toen ik dat had gelezen en, en met verschillende mensen over had gediscussieerd op een bepaalde dag in de universiteit. Um, toen ik terugkwam thuis en, en mijn werkkamer was toen op de eerste verdieping en ik was aan het kijken naar dat huis, nog altijd echt verbijsterd. En ik denk van oké, okay, ik moet echt, hier moet ik over schrijven. Toen ging de telefoon, mijn moeder belt mij. En we zijn gewoon aan het babbelen. En gewoon door het feit dat mijn moeder belt en ik haar stem hoor. en dat ik aan de Tweede Wereldoorlog aan het denken ben. en dat ik in de Kruikstraat woont, waar de Van der Nestlij echt vlakbij is. zeg ik ineens: het moet, allemaal die dingen moeten allemaal schakelen. om dan een vraag te stellen aan mijn moeder. hadden wij niet iemand uit de familie die in de Van der heeft gewoond tijdens de Tweede Wereldoorlog? En dan zei mijn moeder: ja, uh, mijn tante, jouw groottante. en. Uh, ja, die werkte voor, als een meid voor een uh, Joods gezin. En ik zeg: Ja, toch niet meer dan 15 augustus 42. Want ik weet nu net dat ze daar toen allemaal zijn opgepakt. En zei: Nee, ze is er blijven wonen. En ik kreeg van. En hoe dan? Hoe kan dat dan? En zei: Ja, uh, waarschijnlijk met een SS-officier. Dus dat wil dus zeggen, dat op één dag twee keer op mijn schrijfdeur ja. werd geklopt. Ja. Maar dit was de geschiedenis eigenlijk die aankwam kloppen. Hè? Ja, en ik ben de geschiedenis ook zo ingestapt, denk ik. En ik, ik, I never look back. Want ik ben eigenlijk nog altijd. Ik ben nog altijd in die geschiedenis nu aan het dwalen. Ja. En ik kom eigenlijk helemaal niet meer terug naar die hedendaagse wereld. wat schrijven betreft. Tot nee. hiertoe. Ik raak er ook niet meer uit dat die geschiedenis. Dus nee, ik, want ik, inderdaad, ik Wil de wereld was, was de Tweede Wereldoorlog. Antwerpen natuurlijk als ja. decor. En Wilde Vrouw, het boek wat nu een paar maanden oud is is 16e eeuw in mm -hmm. Antwerpen. En ik weet al, het volgende boek... mag ik daar al iets over zeggen? Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> uh, wordt 19e eeuw. Mm -hmm. um, dat je echt nu de historische roman eigenlijk weer... of niet eens ontdekt hebt, daar ben je gewoon mee begonnen. Ja. Uh, of die is aan je deur komen kloppen, letterlijk. Ja. En het is ook wel interessant, omdat ik dat... Ik heb het gevoel dat dat in de decennia daarvoor... eigenlijk wat op de achtergrond was geraakt. Het was heel lang onmodieus. Ja. Een historische roman. Ja. En nu heb ik het gevoel, ook met jouw boeken, maar bijvoorbeeld ook met het succes van de Bourgondiërs van Barcelona, Dat mensen er weer behoefte aan hebben. Ja. Is dat ook iets wat jij zelf voelt? Is dat ook waar het vandaan komt? N natuurlijk heb ik die behoeften ook. Um, ik wil het gewoon allemaal weten wat er in Antwerpen is gebeurd. Um, en heel specifiek, ik hou het op Antwerpen omdat het een biotoop is die ik natuurlijk vrij goed ken. En uh, een fascinerende stad. Um, waarin dat er in elke eeuw wel iets fascinerends is gebeurd, waar je een roman over zou kunnen schrijven. Dus ja, zeker. Um, maar we leven ook in bijzonder verwarrende tijden, moeilijke tijden. En ons zicht op de toekomst um, is, uh, laten we zeggen, getraumatiseerd. We hebben een getraumatiseerde blik als we kijken naar de toekomst, vanwege de klimaatopwarming en, en vanwege natuurlijk de toestand die we nu meemaken, de pandemie. Um, en je gedramatiseerde blik bedoel je, we durven er niet naar te ja, kijken of, of we doen alsof het we, er niet is? Of we, als we kijken liever weg. Ja. We kijken eigenlijk liever weg. En begrijpelijk. Als je naar de cijfer kijkt, is dat begrijpelijk. Ja. Dat is dus geproblematiseerd, zal ik zeggen. En dan is de neiging, denk ik, om naar het verleden te kijken... Niet als escapisme, niet noodzakelijk als escapisme. Uh, daar moet, denk ik, de schrijver zich daar toch wel verhoeden, vind ik zelf, als je historische roman schrijft. Tenminste, de, de, de dingen die ik wil schrijven, uh, dat is geen escapisme. He, de 16e eeuw noemen we moderne tijd, omdat het echt alles in zich heeft om, uh, om, om de parallellen duidelijk te maken met deze eeuw. Er is één rechte lijn. Ja. En de, Handel is iets, natuurlijk, Antwerpen was op dat moment een, een absolute wereldstad. Um, in Europa alleen maar voorafgegaan door Parijs of zo, qua, wat handel betreft. Dus echt een, een, een gigantische markt. Honderdduizend bewoners in die stad, dat is echt behoorlijk veel. Uh, er waren er op dat moment, geloof ik, in Londen minder. Dus gewoon maar om een idee aan te geven, de schaal en die handel is natuurlijk ook is niet enkel geld en voorspoed dat er binnenkomt, er komt ook een soort van emancipatie binnen. Handel emancipeert. Ja. Ik weet dat socialistische vrienden of oude stempel socialistische vrienden dat niet graag horen. <laughs> maar, maar handel emancipeert. En zorgt ook natuurlijk, heeft invloed op het onderwijs, uh, zorgt ervoor dat mensen. Ja, Bijvoorbeeld in Antwerpen beter geschoold waren ja. dan kinderen in de 19e eeuw, omdat ze toen alleen maar fabrieksarbeiders nodig hadden. Het creëert hadden. toch ook welvaart, inderdaad? Het creëert welvaart en het creëert ook, en dat maakt het tragisch, denk ik, En een ook zucht en contact, vrijheid. Het contact met andere werelden, natuurlijk ook. Ja, heel die, ja. Heel, die, heel die aarde, heel die bol wordt ontsloten door die haven van Antwerpen. Het moet echt spectaculair geweest zijn. Hè? Ja. En bij Wil was het het proces verbaal, wat je het, het, he, het, bij je aankom kloppen. Mm, mm. Bij Wilde Vrouw was het... De wilde, dulle, vrouw. Ja, de wilde Vrouw. Ja, de Wilde Vrouw. Maar ook vrouw. de Dulle Griet. Maar ook de Dulle Griet. zijnde. De Dulle Griet, zeker omdat het, omdat het diep zit in mijn, uh, in mijn jeugd. Hè. Mijn vader hield van Bruegel. Uh, en van Jeroen Bos. Ik ben genoemd naar Jeroen Bos, Daarom ja. heet ik Jeroen. Uh, omdat mijn vader zo dol was op Jeroen Bos. Ja. En, en dus, ik, ik heb de Dulligriet leren kennen in de bibliotheek van mijn vader natuurlijk. In de, in de ja. boeken die mijn vader had over Bruegel. Ja. En dat is mij altijd bijgebleven. En wat mij is bijgebleven is dat ik geen vragen stelde bij Bruegel als kind. Ik zag geen raadsels. Ik zag eigenlijk alleen maar verwantschap. Echt en waar verwantschap. zat dat dan man in? Wat was daar? Ik denk dat het bruggetje tussen Bruegel en dat, dat, dat jongetje van tien. Het bruggetje, het IJzelsbruggetje, moet bijna Willy van der Steyn, Suske en Wiske geweest zijn. Ik, 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 ik heb geen enkel andere verklaring waarom dat iemand zoals ik, een jongetje van tien... Dat was jouw, jouw poort, zeg maar, ja. naar uh, de, de ontsluiting uh, van Bruggel, Suske ja, en Wiske. net zoals ik een verwantschap voelde met Suske en en met Willy van der Steyn en met zijn vertelkracht, uh, voelde ik een compleet verwantschap met Bruggel. Voor mij was dat mijn wereld. Oké, okay, die zagen er natuurlijk anders uit. Ik wist ook wel dat het een andere tijd was. Maar de menselijkheid ervan, zag ik natuurlijk. Het, en, maar daarna wordt breugel een raadsel. Ja. Als je volwassen wordt, wordt breugel een raadsel. Als je aan het opgroeien bent, snap je na een tijd helemaal niks meer van de Dullegriet, want het is zo'n confronterend schilderij. Ja, want je kijkt ernaar, hè, want dat, ja. en, en, en je denkt 16e eeuw, welvaart in, ja. in Antwerpen. Hè? Dat was eigenlijk ja. de Gouden Eeuw in, in Vlaanderen. Ja. Um, maar het is totale chaos. Ja, je krijgt een stad die in brand staat. Je krijgt een waterstroom op het schilderij. die vanuit die brandende st uh, stad vertrekt richting Helmond. en onderwijl verandert in een soort van stromstroom. Uh, je krijgt een heleboel figuren. Uh, je krijgt een heleboel ondeugden. Die worden ze nu aangeklaagd of niet? Heel onduidelijk. En dan krijg je die figuur van de Dule Griet. die verbijstert. Uh, kijkt En waar de spanning voor mij, het schilderij is heel duidelijk voor mij, uh, dat is de spanning tussen haar innerlijke wereld en, en wat haar omgeeft. Ja. Is, is hetgeen wat zij ziet, wat wij zien in, in haar hoofd dus? Of is zij medeplichtig? Of is ze getuige? Ik bedoel, dat zijn allemaal van die vragen die blijven komen bij schilderij. Ja. Dus dat schilderij. Dus was, dat was één. Maar de tweede was zeker de figuur van de wilde vrouw zelf. Ja. Die, die... die uiteindelijk de titel is geworden, ja. pas in het tweede deel van het boek op de proppen komt, ja. maar toch een hele belangrijke rol eigenlijk Zeker. speelt. Zeker. Ja. ja, ik werk met een researcher, met Stef Frank, en dat is een boezemvriend van mij. Mijn bloedbroeder. En hij heeft haar gevonden. Hij heeft die wilde vrouw gevonden. Hij heeft die gravure gevonden. Hij is erop uitgekomen dat in de kroniekje uh, dat zij opduikt in Antwerpen. Ja, want even voor de luisteraar: de wilde vrouw in het boek is. Uh, iemand die eigenlijk he, door de handel en, en de ontdekkingstochten... die er worden gedaan uit het Hoge Noorden ja. naar Antwerpen wordt gebracht. En eigenlijk als een beest wordt gezien. En heel lang in het boek weet je eigenlijk niet... denk je ook, is het een, is het een soort dier? Wat, wat, wat is het precies? Wordt dan steeds toch meer duidelijk dat het toch wel echt een mens is. Mm -hmm. uh, maar toch met andere trekken natuurlijk en andere gebruiken. Wat, dus het was echt een ontdekking eigenlijk van een... Uh, van een mens uh, ja. die niet als menselijk uh, meteen werd gepercipeerd. Ja, en het was ook voor mij natuurlijk ook die ontdekking. Ik bedoel, en ik, voor wij alle twee, wij hebben ze ook ontdekt. En uh, en wel, ja, we, we hebben natuurlijk voorgelegd aan een paar historici niemand wist van haar bestaan af. Ja. Dus eigenlijk, Stef, heeft ze gevonden. Ja. Um, je was al lang bezig met het hoofdpersonage Beer, de ja. herbergier, die, dit ja. hele, die eigenlijk een soort beschouwer is, die mm -hmm. midden in de, alle acties staat bij die herberg waar iedereen samenkomt. En waar ook die wilde vrouw wordt ondergebracht. Uh, en natuurlijk, die Beer, ja, dat is ook gewoon een, dat ook weer vreemd. Ik ben op het uh, Wintertuinfestival in Nijmegen. En uh, dat dit is. Ja, is zelfs, ik, was ik al aan het nadenken over het boek? Ik denk het wel. Maar het was echt wel het begin. En, ja. en Frank Tazelaar is, uh, ja, is iemand, de programmaat, is iemand die mij al helemaal carrière volgt, wat vrij uitzonderlijk ja. is. Die volgt mij al sinds de jaren negentig en die nodigt mij uit om writer residence te zijn even. En, um, en ik word in een zestiendeoos huis gelogeerd, waar dat, het, waar dat het blijkbaar spookt. En dat er drie vrouwen. Dat uh, wat wordt gezegd. In dat de wijk, wordt gezegd. Uh, bij binnenkomst, dat het. Uh, bij binnenkomst, uh, ja. door de huisbewaarder. Um, en dus goed, uh, ik heb die drie spoken gezien. En toen hoorde ik ook het verhaal Je sliep van. Ze en ze Dus ze stonden tof? aan mijn bed. Ja. En ze vroegen zonder woorden of zonder geluid wat ik kwam doen. Ik kwam, en ik heb drie keer moeten zeggen dat ik uh, er niet zou blijven wonen. En dat ik uh, te gast was. En, uh, en dat was al zo half droom, half weet ik van wat, wat het was. Ja. En die drie vrouwen zijn gestorven in dat huis, omdat ze een, uh, tijdens het baren van een kind. En dat sloeg bij mij zo in als een bom. Ik bedoel, hoe is het mogelijk dat iemand dat meemaakt? Maar ja, natuurlijk. Als... Die ja, opeenvolgende ja. vrouwen van, van, ja. van, een, van een bepaalde man die dus ja. in het kraambed gestorven zijn. Absoluut. Ja. Ja. Maar als je dan gewoon kijkt naar de situatie in de 16e eeuw, met bevalingen en dat soort dingen, dan is het nogal vrij, vrij duidelijk. Hoor. Het is nog steeds redelijk noodlottig, maar het ja, is. Ja, uh, het is behoorlijk ja. noodlottig. Maar toen wist ik, oké, okay, ik heb hem. Ja. Ik heb Beer. En toen ja. hoorde ik ook zijn stem. Ja. En dan weet ik, van, als ik zijn stem hoor. Ja, en zo begint het altijd hè, bij jou. En ja. zo begint het dan ook bij mij. Want dan begin je meteen eigenlijk die stem op, op te schrijven. Dat wordt dan later nog wel gewijzigd. Al is dat best wel het begin van het boek uiteindelijk Zeker. geworden? Dan. Zeker. Uh, en dat, uh, dat lees je dan voor. Ja. Yeah. <laughs> Ja. Het zijn altijd hele bijzondere momenten. Ja. Ja. ja, voorlezen is voor mij een hele belangrijke. Ten eerste, ik lees altijd alles aan Nicky, aan mijn vrouw, voor. Wat ik heb geschreven die dag. Dat, dat is een ritueel dat we doen. Ja. Omdat ik dan direct zie aan haar gezicht dat ze zich verveelt. Oké, okay, shit, ik moet het herschrijven. Ja. Wat wel is gebeurd. Um, maar ik, absoluut, ik vind het voorlezen is, is voor mij ook gewoon een ritueelmoment. Ja. Um, ja, we zijn nu eigenlijk toch al een beetje gedoken in, in, in Wilde Vrouw. En in, in, uh, eigenlijk het begin. Uh, hoe, hoe, hoe kwam je op het thema? Hoe kwam je bij dit verhaal? Hoe kwam je bij deze geschiedenis? Um, hoe is dat verder gegaan? Ik weet nog dat um, toen ik voor het eerst ging lezen, er kwam op een gegeven moment een moment. waarop je zelf schreef in een mail. Ik heb het hier opgeschreven om het precies te kunnen. Dat het is al alsof Beer, dat is het hoofdpersonage, zelf mij heeft opgeslokt. Yeah. Je, zat, je bent heel diep gegaan... Hè? Yeah, yeah. in de yeah. research... en, en, en ook in, in het schrijven zelf. Je zat echt... Yeah. in yeah. die man. Je was eigenlijk... een soort beer geworden. Yeah, yeah. Uh, kun je yeah. daar iets meer over vertellen? Ja, yeah, yeah, het is uh, denk ik bijna uh, iets te vergelijken... met uh, wat in de jaren 50... gebeurde in de States. Method acting. Hey, with, uh, Robert De Niro is daar een yeah. voorbeeld van. Hey, van Iemand die diep in zijn personage gaat. Je yeah, doet dan dus method writing inderdaad. Ik doe eigenlijk method writing... <laughs> <laughs> so dat uitgekomen. moet je vanaf nu gaan gebruiken in ja. de marketing. Ik vind het een top... Uh, ja, het <laughs> writing. Er zijn natuurlijk verschillende nadelen... verbonden ja. aan het writing. Ja. Uh, ja, en dan had ik iemand zoals jij nodig... En, en, en mensen op de bij die mij uit die rol trekken. Ja, um, nee, maar het was uiteindelijk ook nodig natuurlijk. Hè, ja, 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 maar het was wel pijnlijk. Omdat ik zat er heel diep in. Ja. En ik wist het ook niet meer, eerlijk gezegd. Want wat er dus gebeurde mail, trouwens, is... er lag een manuscript waar je... Aan je je voelde dit. Ik zit meteen in de 16e eeuw, waar je ook leest. Dus ja. dat was heel bijzonder. Dat had ik echt nog nooit zo meegemaakt. Maar uh, je moest het verhaal nog vertellen. Ja. <laughs> ja, <laughs> dus dat was klopt. een soort opeenvolging van ja. scènes. Ja. Um, maar je zat er zo in dat je vergat dat, dat er ook heel veel mensen waren die er niet zo in zaten. Zo heb ik het een beetje geïnterpreteerd. Ja. Waar die nog iets nodig hadden om mee te kunnen gaan in het verhaal. Dat was eigenlijk. Dat, dat komt eigenlijk. Ik heb in een, een 16eeuws gebouw geschreven. In het Vleeshuis in Antwerpen. Waar ze zo genereus waren om mijn verdieping aan te bieden. Zodat ik er helemaal in zat. Um, maar het is echt een museum. Dus dat is bij wijze van spreken inklokken en uitklokken. Ik bedoel. Uh, dus ik verscheen daar zo tussen tien en elf uur. En dan mocht ik gewoon te schrijven. En tegen vier uur, half vijf was ik helemaal op. En dan. Uh, verliet ik het gebouw en dat heb ik twee jaar lang gedaan, elke dag, zonder veel uitzonderingen, denk ik, uh, nauwelijks uitzonderingen. Ik denk dat ik... Dus dat was twee jaar een rush. Twee jaar heb ik uh, heb ik in die 16e eeuw. Ge... En bovendien, als je dus uit het vleeshuis komt, dan kom je op de grote markt terecht in Antwerpen. dat is echt vlakbij. En als je dan een scène beschrijft die zich op de grote markt zich afspeelt, bijvoorbeeld Spaanse Fury of ja. of of het landjuweel, de stoet van het landjuweel. En je komt daadwerkelijk op dat plein terecht op nauwelijks een paar minuten tijd. Dan gebeurt er wel iets raars met je in je hoofd. Dus dan zie je de 21e eeuw en de 16e eeuw. Voor mij is het ook echt noodzakelijk. Dus ik moet het kunnen zien. Als ik het zelf niet kan zien als ooggetuige, wat natuurlijk krankzinnig klinkt, weet, dat weet ik ook wel. Maar dat is misschien de method writing. Hè? Ja. Um, als ik het zelf niet zie, als ik mijzelf niet als een ooggetuige kan voelen, dan weet ik zeker dat de lezer het ook niet zal voelen. Ja. Maar dus dat kost is heel nodig. veel research natuurlijk. Ja. En natuurlijk ook dat je de stad waar je over schrijft, heel goed kent. Ja, en ook een soort van brani. Ik heb mij moeten overtuigen voor af en toe mijn brani te schrijven. Um, ik herinner me nog heel goed dat ik, een, dat ik dacht: van... ja, want eerst wilde ik het vrij minimal. Kan je je voorstellen, Oolisluis die minimal wil schrijven? <laughs> Dat, maar dat zijn van die onmogelijke eisen in het begin. En ja. toen dacht ik van, nou nee, fuck it, ik moet het natuurlijk gewoon breed schrijven. Ik moet, gewoon, ik moet eigenlijk die schelden beschrijven. Um, maar dat heeft twee weken gekost, vooraleer dat ik het durfde. Want ik dacht van, deze is wel echt heftig. Ik ga gewoon over een rivier, maar voor Antwerpen wel een heel belangrijke rivier, uiteraard. De rivier. en um... ja, Waarom is dat dan heftig? Omdat je, net zoals bij Wil misschien, die verantwoordelijkheid voelt van, als ik over de rol van de schelden schrijf... In de 16e eeuw voor deze stad die zo met zo dierbaar is, dan moet het heel goed zijn. Dan, dan moet, moet het, het echt, dan uh, moet het klassiek zijn. Ja. Dan moet het echt, als je dat doet, dan moet het het beeld van beide lezers, uh, of dat hij nu uit Antwerpen komt of niet, maakt niet veel uit. Maar dan moet het echt binnenkomen. En en, en de verantwoordelijkheid is natuurlijk in het geval van wilde vrouw. Zeker ook. Er is zo weinig gepubliceerd over die periode, ik bedoel non fiction historische werken over Antwerpen in die periode, superbelangrijke periode, dat ik weet dat, dat hetgeen wat ik dan schrijf, het beeld wordt van mensen, de lezers, over Antwerpen in de 16e ja. eeuw. Ja, ja. Wil je misschien daar een klein stukje over uit voorlezen? Ja, zeker, wil ik wel. Volgens mij heb ik hem hier. Alles in Antwerpen begint aan water. Een stromende natuurkracht, breed kronkelend en met meer dan serieus wat grandeur, heeft de stad begunstigd door haar te verbinden met de wereldzeeën, terwijl haar grillen en genadeloos geweld onder de oppervlakte blijven. De zoete bron waaruit ze vloeit bevindt zich in het zuidwesten. Haar baan is op het noorden gericht, maar ergens onderweg maakt ze plots een bocht naar het noordoosten, waardoor ze, wijder dan ooit tevoren, in slikken. Schorre en schade terechtkomt, om daarna de verbinding te maken met het zilte water. Dat raakt naar een wereld die onophoudelijk moet worden veroverd. Valt je erin, dan zijt je verloren. Ze trekt u naar haar kille diepte en wat verderop spuugt ze u met uw volgezogen longen uit op het slijk van haar oevers. Maar wanneer je haar onderhoudt, maakt ze rijk. Fantastisch. Misschien een laatste vraag over, over wilde vrouw. Um, uh, er zijn wat je al zei, hè, heel veel parallellen uh, te trekken met nu. Wat is voor jou, zeker in de tijd waarin we nu zitten, uh, met uh, de lockdown en alles wat er aan de hand is. Wat is voor jou het belangrijkste, eigenlijk, of het belangrijkste parallel die in het boek zit, waar we nu iets uit kunnen hmm. leren, of de, destilleren, of hè, wat een goede spiegel zou kunnen zijn? Ik denk. Um... Nou, zeker als ik denk over de pandemie, uh, de spanning tussen eenheid en vrijheid. Dus een, een handelstad, uh, ook al is er concurrentie, uiteraard, en de concurrentie was stevig in de 16e eeuw, maar een handelstad drijft op een één principe, namelijk we gaan geld verdienen, we worden allemaal rijk. Daar komen het eigenlijk op neer. En ja, zo'n handelaar, meestal waren dat niet noodzakelijk traditionele mensen. Waarom? Omdat die een, een, een wereldbeeld helemaal doorbraken. Dus de middeleeuwen, ja, daar dat, dat had zo'n handelaar niks meer mee te maken. Geloofden ook niet echt in oorlog voeren, geloofden in handel drijven. En die willen natuurlijk ook na een tijd hun vrijheid. En die vrijheid gaat dan over vrijheid van godsdienstbeleving. En dan krijg je. Eenheid en vrijheid die tegenover elkaar staan. De eenheid van zo'n stad? De eenheid van zo'n stad. Die al vroeger allemaal geloofden in hetzelfde. En, ja. en, en, en ja. de vrijheid die begint dingen op te eisen. En als we dan nu doortrekken naar de pandemie die we nu beleven. In feite zijn we dus allemaal, het maakt niet uit of je rijk bent of arm en wat voor kleur of geslacht. We zijn allemaal uh, een slachtoffer van die pandemie. Uh, zelfs als we niet ziek worden. In meerdere of mindere mate, maar nee, iedereen heeft zijn Iedereen drama. is betrokken, hè? dus het ja. is een gigantische betrokkenheid. Ja. Niemand van ons heeft dat al ooit meegemaakt. Ook niet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De mensen die dat hebben meegemaakt en nog leven, die hebben dit niet meegemaakt. Dus eigenlijk zou je nu zeggen: van wauw, we zijn dus echt. Je bedoelt, elkaar... in de Tweede Wereldoorlog bleven mensen ook buiten schot. Ja, maar ja. ook dat soort maar verbondenheid. Ook op een niveau natuurlijk. Hè? Het, het, ja. het zou, het, het, toen waren er nog. Het land werd bezet en nu heb je gewoon, ja, we worden gewoon bezet door corona. Uh, dat is de echte bezetting, en die heeft uh, alles met ons te maken natuurlijk heeft natuurlijk ook te maken met onze levenswijze, et cetera. Maar dat, dat is niet mijn punt. Mijn punt dat ik maak is van in feite heb je nu een soort van eenheid, right? En tijdens de eerste lockdown was dat ook vrij duidelijk. Het, het, eigenlijk werd onze verbondenheid door een heleboel mensen, niet altijd de usual suspects, gevierd op, ja, op alsof, verschillende dit gaat sociaal... ons veranderen, Ja, het ja, gaat ons hier veranderen. Beter uit ja, en ja. En, uh, ja. Wat gebeurt er uh, tijdens de zomer en voor de tweede lockdown krijg je de persoonlijke vrijheid hey, van ik heb recht op die reis. En dan natuurlijk een ander die zich het recht toe-eigent. om die, degene die op reis vertrekt naar een of ander skigebied. en zich niet laat checken of weet ik van wat. Die, zichzelf de, 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 die, die daar kritiek op heeft en zichzelf het recht toe-eigent. om op die mens kritiek te uiten. En zich moreel superieur te voelen. En zich moreel superieur ja. te voelen. Dus je krijgt. En de individuele vrijheid hebben we allemaal, die kennen we allemaal heel goed. En we, vonden, en we hebben daar recht op. Volgens ons hebben we daar recht op. Zeker als we wit zijn en wat geld hebben, dan hebben we zeker recht op die vrijheid. We vinden dat we're entitled. Ja, we're entitled. We zijn um, het ook gewend, natuurlijk. We zijn het gewend. Hè? Dit is onze wereld. Wij hebben recht op onze ja. individuele vrijheid. Ja. Nu leren we iets anders. We leren wat collectieve vrijheid is. En dat is veel pijnlijker. Want die collectieve vrijheid. Dit is natuurlijk maar zo sterk als de zwakste schakel. En als we die zwakste schakel beginnen veroordelen van een klootzak, je had niet moeten gaan skiën, want nu moet ik nog altijd langer binnen blijven. Zo werkt het natuurlijk of niet. Of waarom mogen, weet ik veel, ja. mensen met overgewicht eerder een vaccin krijgen? Bijvoorbeeld. Uh, yeah. En moeten we de jongeren niet eerder vaccineren? Yeah. En, en wie is een psychisch probleem is het grootst. Dus je ziet gewoon collectieve vrijheid en individuele vrijheid en hoe die zich met elkaar beginnen te verhouden en hoe ook die individuele vrijheid. De eenheid die er eigenlijk zou moeten zijn, bedreigt? Ja, ja, en dat zijn moeilijke vragen. Ja, en dat is precies de kern ook van je boek, wat dus ook ja. in de 16e eeuw gebeurt. Ja. En daarvoor moeten mensen je boek uh, gaan lezen. Absoluut. <laughs> <laughs> Mogen de geschiedenis nog vaak bij Jeroen aankloppen om nog onvertelde verhalen aan de vergetelheid te onttrekken? Als een laatste uitsmijter, misschien even heel kort uh, het, het, het boek aanraken waar je nu mee bezig bent. Ja, heel specifiek. Het speelt zich af in Antwerpen tijdens de periode 1892-1898. En het heeft uh, met het spanningsveld tussen het noorden en het zuiden te maken. Het heeft ook met het spanningsveld te maken tussen de verbeelding, heel specifiek vrouwelijke verbeelding, en mannelijke rationaliteit. Bedankt voor dit uh, gesprek, Jeroen. Heel, heel, graag okay. heel graag gedaan. Heel fijn. Heel graag gedaan. Wildevrouw, de nieuwe roman van Jeroen Olieslagers, is overal verkrijgbaar. Niet te missen is ook de gebonden editie van Wil. Te gast in onze volgende aflevering is Tommy Wieringa. Hij gaat in gesprek met zijn uitgever Francine Schuursma naar aanleiding van zijn nieuwe boek Gedachten over onze tijd. Als u op pad gaat om deze boeken in te slaan, weet dan dat de boekhandel uw steun hard nodig heeft. Koop daarom lokaal, ook wanneer u online winkelt. Kijk voor meer informatie over onze auteurs, boeken en deze podcast op de bezigenbij.nl en in de show notes. U hoort ons weer op de laatste vrijdag van maart. Tot dan!